Allereerst iedereen heel hartelijk welkom op de officiële opening, officiële in gebruikname, kan ik beter zeggen, van onze Jeu de Boelbanen. En het is een heel heugelijk moment waar we dus heel blij en heel trots op zijn. Begonnen zijn wij dus eind 2011 met de eerste plannen en om te proberen dus een Jeu de Boelclub van de grond te tillen. Dat spel dat werd gespeeld hier achter de talter op het grasveld. Maar als je dus moet spelen op een grasveld, dat is niet zo prettig. En goed, dus de wens naar een echte baan, dus die werd groeiend. Op een gegeven moment dus moest noodgedwongen hier de put speelzaal het veld ruimen. Toen kwam er dus een prachtig terreintje hier vrij. Het terrein is namelijk dus eigendom van de gemeente, dus we waren ook afhankelijk van de gemeente. Wij hebben dus toestemming en de eerste jaren, in ieder geval 5 jaar, mogen we dus gratis gebruik maken van de ondergrond van de gemeente. In november denk ik dat Jan Vidder bij mij kwam en die zei, er is een initiatief om een Jeu de Boelbaan aan te leggen bij het cultuurhuis. Wat vind je daarvan? En ik was daar meteen enthousiast over. En ik moet er eerlijk bij zeggen, dat was Johan ook. Want wat is dat voor initiatief? Dat is iets wat zelf bedacht wordt. Hè? Dat wordt in de samenleving ontstaat zoiets. Dus een groep die bij elkaar komt en die op een gegeven moment zegt van nou, wij willen graag dit doen. Maar we hebben dit of dat nodig. Van het bedrijfsleven of van de gemeente. En we kloppen gewoon hier en daar aan. Om duidelijk te maken van wij willen dit doen, we gaan dit doen. Maar kunnen jullie ons helpen met dat stapje? En, ik was ontzettend blij met dat initiatief, ook op dat moment, omdat dat voor mij een soort voorbeeld is van hoe we als gemeente met de samenleving willen omgaan. De situatie dat de gemeenteraadslid of een wethouder of een burgemeester wel bedacht wat goed voor u was en wat u leuk zou moeten vinden, die willen we achter ons laten. Maar daar hoort wel een verandering bij, dat we goed kunnen inspelen op vragen die dan vanuit de samenleving zelf komen, van enthousiaste burgers of instellingen die zeggen van wij willen hiermee aan de slag en we hebben hier een duwtje of hier een manier nodig om ondersteund te worden. Dus dat was een heel mooi, het is voor mij een voorbeeld project in die zin. Wat zijn ze hier precies aan het doen? Nou, ze zijn nu aan het Jeu de Boelen, dit is eigenlijk een Frans spel. Maar dat hier in Nederland is dat al aardig ingeburgerd. Dus. En wij zijn nu ook in Oldebroek met zo'n vereniging begonnen. En daar zijn we heel, heel blij mee. Ja, wat gebeurt hier? Want ik hoor applaus. Nou, ze gooien nu de ballen. En dan, er ligt een klein rood balletje. Ja, een rood, dat is de but, noemen ze dat. Ja, de but. En daar moet je proberen om hem zo dicht mogelijk bij te gooien. En dat doen de heren Omste beurt gooien ze. Ja. Zie, nou liggen de witte. Nu liggen de witte of de blanke, die liggen dichterbij, de twee. En dan, dat is dan de winnaar. De winnaar, oké. Wie is dat, de heer Wielink of de heer Van Dijk? Ja. Dus dat is de heer Wielink. Dat is de heer Wielink. Dus de vorige keer was de heer Van Dijk heeft gewonnen. Ja, oké. Nee, het spel gaat tot en met 13 punten en dan is er een winnaar bekend. Hoeveel punten was het net? Dit is nu, had 2 punten oh, en de eerste pool was 3 punten. Oké. Wat ligt eraan hoeveel ballen als er dichtbij staan? Maar hij met meer personen, dan kun je ook meer punten halen. Ja, oké. Okay, maar hij maar met z'n tweeën doet, dan allebei 3 ballen. Dan kun je maar met 3 blanken, dan kun je maar 3 punten halen. Oké, ja. Maar normaal doen we het met z'n 4 op 1 baan. Ja, maar het moet allemaal nog beter inlopen, die gravel of hoe het noemen wilt. Dat de baan nog een beetje harder wordt. We hadden liever iets minder gehad, maar dat loopt wel in, zeggen ze dus. Kijk eens, zo mooi. Keurig. Heeft er al 5. Dat is het scorebord. Dit is het scorebord daar tegen de muur aan. 13-3. Hoe heet dat? De krant is 13-10, hè? Ja. Ik zit hier met Willem van Hattem op de bank. We hebben net een potje Jeu de Boel gezien, waar de wethouder gewonnen heeft.
Ja. Ja, hoe, ja. Hoe is het bevallen? Om het spel te bekijken. Ja, alles eigenlijk. Ja. Ik vond het prachtig. Ik vond het wat dat betreft een succes. Ja, en het was de eerste keer dat de baan gebruikt werd? Nee, we hebben al een paar keer dus met de groep daar gespeeld. Ja. En anders dan moesten we weer uitwijken naar grasterrein, dus ja, dat willen we niet. Nee, nee. Maar dit is dan nu de officiële gebruik. De officiële opening, ja. Ja. Er zit een groepje van een man of 10. Ja. Wat zou uw oproep zijn aan de kijkers? De oproep zou zijn aan de kijkers, dus zoveel mogelijk mensen dus hier naartoe halen. En niet enkel dus heren, dames, wij hebben er ook dames ja, bij. Ja, want die kunnen toch ook... Geen enkel probleem. En of ze nou lichamelijk wat minder actief zijn, of wat meer actief, de een die is wat we hebben meer lichamelijke probleempjes dan de ander. En dat is ook geen probleem. Wij zijn op het harde geweest bijvoorbeeld, er was een meneer die speelde ook en die meneer die kon niet bukken. Maar die heeft een magneetje. Oh. Met dat magneetje dus tilt hij de zaak weer op. Nou kunnen mensen zich aanmelden als ze lid willen? Bij het cultuurhuis. Is het betaalbaar? Tot op dit moment hebben we dus nog geen dubbeltje contributie betaald. Oké, dus het is gewoon een pakketje meedoen? Het is nog helemaal gratis. We hebben wel tegen elkaar gezegd, als wij dus een interne club gaan van de grond tillen, dan vind ik, dus dan moet er een onderlinge competitie komen, dan moeten de prijzen bijkomen en dan gaat het geld kosten. Het enige geld wat ze kosten, wat kost, dat is gewoon de koffie. Ja, dus om 2:30 gaan we hier gezellig een kopje koffie drinken met elkaar. En dat moeten ze zelf betalen. Ja, dus mensen, geld is het probleem niet. Je kunt gewoon... Op dit moment absoluut geen probleem.